zonde van de tijd. Kermis in de hel. En het kwade licht. Het waren enkele van de duistere namen van Corso-wagens in het Valkenswaardse Corso. Fantastische visioenen was het overkoepelende thema van de bloemenparade. Vrij naar Jeroen Bos, die 500 jaar geleden overleed. 500 jaar Bos, Valkenswaard, thema Corso, kan niet achterblijven. En Bos inspireert, dat is hier te zien hoe Bos inspireert. Daar kun je alle kanten mee, of niet? Absoluut, absoluut. De wagens werden gadegeslagen door de burgemeester van Valkenswaard en die van de stad van Hieronymus Bos. En door duizenden anderen. Het mooiste vind ik altijd wagens met heel veel bewegende delen. Dus ja. Nou, van fantastisch natuurlijk. Hartstikke mooi weer. Ja? Ja. Weer, want dat is het eigenlijk ieder jaar. Het is altijd mooi. Ja. Ik vind het helemaal geweldig. Ik had het nog nooit gezien, maar ik vind het prachtig. Echt waar? Echt waar. Het is pas uw eerste keer. Het is pas mijn eerste keer, ja. Mooie recensies van het publiek voor de wagenbouwers. Die hadden het dit jaar extra lastig, doordat de Valkenswaardse Dalia-velden werden getroffen door de hagelstorm. Ja, bloed, zweet en tranen de afgelopen 4 maanden en natuurlijk al daarvoor. De ontwerpen, de dalia's, het kweken, de hagelbui en nu een prachtige zonnige dag met een waanzinnig resultaat. Het is helemaal mooi. Echt, ja, dat moeten we aanhouden, zoiets. Hè? En dat doen ze. Op de tweede zondag van september is er ook volgend jaar weer een bloemencorso in Valkenswaard.